Hier hangt ook een mooi boegbeeld. Mooi boegbeeld. Nou, die hebben wij aangekleed. Dit is het gedeelte van het Zuiderzeemuseum buiten. Hm. Hoe leuk is dit? Wat een leuke vissen hier zo. Ja, dit is toch wel heel tof, of niet? Nou, deze kijkt wel heel boos. Een nar. Zou een broer kunnen zijn. Een nar. Ja. Wijsheden. Ja. Kijk maar beter niet lezen. Oh, en hier deze de reet afvegen. Met krantenpapier. Ja, ken je dat nog? Hinkelen. Ja? Ja? Is goed is wel. Godden! Nou, het was leuk. Mevrouw 40 was de moeder kwijt. Nou, dag 2. Enkhuizen. Ja, echt waar? Ja, de eerste dag moesten we... Zaterdag zijn we eraan. Ja, nee, maar ik bedoel dag 2 dat we Enkhuizen ingaan. Gisteren hadden we een rustdag. Ja, gisteren een filmpjesdag. En we gaan nu Enkhuizen in, ja. Dag 2. Want de eerste dag was een beetje terrible met de regen. Ja, maar ondanks het minder weer hebben mama weer plaatjes geschoten. Maar alleen het Zuiderzeemuseum hebben we gemist. Nou, Rianne is er ook helemaal klaar voor. Helemaal in de kleur. Ja, wel eens een andere kleur. Noem maar hier of zo, want ik ben bang dat... In de fashion outfit. Nee hoor. Een leuk tasje. Ja. Leuke sjaal. Ja, toch wel. En bijpassende schoenen. Schoenen. Vond ze leuk. Dus ik... En ik had die tas en die schoenen en toen vond ik dit sjaaltje. Nou, ik vind hem helemaal leuk. Enkhuizen ready. Well, had jij alles ook? Ja, okay. Ik heb jou. Dan heb je bijna alles. Je vlogcamera? Ja, die heb ik in mijn hand. Well, let's go. We liggen nog onder de toren. En we gaan richting het Zuiderzeemuseum. Oh, het zonnetje ook schijnen. Dus? Nou, lekker toch? Dus? Ja. Hij is al ready. Nou, leuk bruggetje. Bij het Flessenmuseum. Ja, daar zijn we al geweest. Daar zijn we al in geweest. Erg leuk. Was wel heel leuk. Hele vriendelijke mevrouw, ook met onwijs een vriendelijke uitleg. Ja. Dus dat was wel heel tof. Maar het is wel een heel mooi pandje ook, hè? Ja. Het is wel heel apart dat kanaaltje hier onderdoor loopt. Ja. Want hier weer het kanaal. Zo. En dat loopt onder dat huisje door. Nu kan ik wel een leuk foto maken met de zon. Heel apart. Kijk, want hier kan je er nog gewoon nog onderdoor varen. En dan vaar je onder dat huis door. Zo. Hier hangt ook een mooi boegbeeld. Mooi boegbeeld. Nou, die hebben wij aangekleed. Leuk. Leuk hoor. Nou, hier heb je ook nog een viswinkel. Viswinkel. Kun je maar eten. Vishandel van der Veen. Nou. En zullen we nu de brug overlopen, want dan kom je er volgens mij ook. Ja. Maar dan kom je langs de havens. Allemaal bootjes. Nog een oud vrachtscheepje. Nocht. Nocht, ja. Nou, daar ligt daar ook nog een oude boot. Daar is een sluis. Ik kom uit Elburg deze. Ja. Driemaster. Admiraal van Kingsbergen.
een stukje verderop leggen we nog een. Ja, dat is ook een vestingstad geweest. Oh, we lopen nu om een vestingmuur. Ja, een vestingsmuur. Oh. Ja, hier ligt nog een... De ambiance. De ambiance. Ja. Ook mooi schip. Oh, het waait nog flink. Ja, maar wel lekker dan even buiten lopen, toch? Ja, toch? Dus we zijn er even uit. Ja, lekker wandelen. Wat natuurlijk al een tippel gemaakt, maar nog even Zuiderzeemuseum. Nou, als het nou droog blijft, kunnen we ook eerst binnen doen, hè? Ja, maar het gaat niet regenen, er stond er. Het Tolhuis. 1729. Er zitten hier ook allemaal dingen op de muur. Dat is wel een mooi dingetje. Hier ook een oud pandje. Hier ook. Dit is ook een oud pandje, hè? Hè? Ja. Mooi, hè? Twee trapgevels. Heel oud, denk ik. Ja. Woon- en pakhuis, 1620. Ja, je ziet ook, er is volgens mij iets binnen. Want ik zie binnen... Later verbouwd tot pakhuis. Ja, kijk, je ziet het hier ook binnen. Zeedoeken. En allerlei... een soort... Hier kan je denk ik ook koffie drinken, zou ik zien. Koffie drinken? Nee, hier. Oh. Die is aan de zijkant. Zo zit een... Koffie. Een ingang daar. Ja. Dus dat denk ik vanaf een andere kant. Dan stoot ik met mijn bril. Leuke rij panden zo. Dat is natuurlijk... Oh. Dat is wel leuk hier. Ja. Huh? Leuke binnenplaats. Ja. Leuke binnenplaats. Ja, is wel gaaf. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, and up she rises early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Oh, hier doen ze haringen roken. Kijk. Hier hangen allemaal haringen. Echt heel leuk. Ja, hier hangen allemaal palingen aan de... Dit is een ouderwets huisje. Ja. Nu maar binnenkijken, hoe leuk. Oh. Echt leuk. Oh ja. Bedstee. Nou, oh, hier de... Etenkamer. Leuk hoor. Wat hebben we hier? De winkel. De winkel? Ja, de kruidenier. Kan je koffie kopen? Koffie. En echt allerlei ouderwetse artikelen van vroeger, hè? Verkade, ja. Picknick. Hé, hey, kijk nou. Even die. Zoetermeers roem. De fijnste margarine. Ja. Hoe leuk is dat? Leuk hoor. Oh, een zeep. Vroegere Brinkers. Oh, wat leuk. Snoepotten. Ik denk misschien wel leuk. Hij is de vlag. Ja, maar ik moet ik doen dan. Oh, nou, hij is de vlag maar hoor. Oké, okay. Dus... Ga ieder bij een mast staan,
Hangt de vlag nog boven, maak het touw dan los. Ja. Nou, dat moet je wel kennen, dit, hè? Ta-ta-da, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-da, ta-ta-ta. Ta-ta-da. Oké, okay. Ja, wacht even hoor. Mijn voorgangers. Ja. En dan tel nu af, hijs je eigen vlag als eerste. Nou, let's go. Gaan we, hè? Hoppa. Hoppa. Nee. Zo, nou, vlag in top. Nou, hoppa. Wegwezen. Je bent natuurlijk wel echt scheepsvrouw, zo. Oh ja, hier leggen ook allemaal houten boten. Puttershoek. Nou, Gerrit is er ook met zijn broers. Ja, Gerrit Puttershoek. Ja. Met zijn drie broers. Nou. Een flinke zwaarder eraan. De vier gebroeders uit Puttershoek. Nou. Jij wil even binnenkijken? Ja, even er doorheen rammelen. Dan loop ik even naar die huisjes machelen. Stick him in the scupper with a hose pipe bottom. Stick him in the scupper with a hose pipe bottom. Early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain. Nou, even netten maken. Een werkplaats. Mijn houtbewerking. Hier zijn ze bezig met een onderkant van een schip. Die trekken ze helemaal krom. Leuk, hè? Dit is het gedeelte van het Zuiderzee Museum buiten. Hoe leuk. Ja. Terug in de tijd. Nou. Ik ga even kijken, vissen in Delfsblauw. Trek mij aan, ik hou van blauw. Ja. En hoe leuk is dit? Oh, verse vis. Oh. Hoe leuk is dit? Oh, leuke vissen hier zo. Ja, dit is toch wel heel tof, hè? Nee. Mooie vissen. Hier nog zo'n mooie vis. Oh, mooie visjes aan de muur hoor. Leuk. Ja. Gein, hè? Ja, dat is wel leuk. Ja, hier zit de smid. Ja. De smid. Ja. De smidsen noemen ze dat volgens mij. Volgens mij zit... hoop te zien. Staat hier ook een omschrijving? Hier is ook een blaasballer, ja. Ja. Ook hoor. Hier al zijn gereedschap. Nou, we gaan naar de kerk. Op naar de kerk. Oh. Dat is wel heel anders, hè? Oh, kijk nou joh, hier kan je een bad. Ja, wellness. Ja. Ouders en wellness. Ja. Wel, de kerk was. Oh, dat is zo'n... Oh, dan word je gebaptist. Gebaptist. Ja. Allemaal niet,
Ja, namen. Ja, ze hebben allemaal een eigen naam erop. Eigen naam op stoeltjes. Geinig. Brik weer. Echt leuk. Oh, kijk, kerkhof. Ja, we zijn echt oude graven, hè? 1923 en begraven. Ja. Maar ook nog 1950. Telegraafdiensten en. Oh, dit is postkantoor. Ja, dat is echt leuk, dit van vroeger. Het is postkantoor. Buslichting. Ja, dat is toch te grappig of niet? Mooi. Even kijken. Nou, ons kantoor. Misschien kunnen we geld halen hier. Oh, hier ja, wonen ze. Zo leuk dit. Ook weer zo'n oud woonkamertje. Oh, kijk, hier is postkantoor. Ja, met lokkers ook. Ah. Oh ja, hier lokkers. Ja. Dat zijn een soort postbussen. Ja. Zegelverkoop. Oh, ze zijn wel gesloten. Ja, voor zegeltjes. Belasting. Toen al. Ja. Het is een apart loket daar. Je kan overal belasting betalen. Ja, toch? Wacht even. Dat is wel leuk. PTT. Goed hoor. Nou. Heel leuk. Een soort déjà vu. Ach, gosje. Oh, we gaan naar school. Ah, kijk dan die klompjes. Oh. Geinig, hè? Dat lijkt wel het huis in Leegwater. Ja. Kijk, zijn moeder telde dan altijd de klompjes. Ja. Wie er mee aten. Klopt. Leuk, hè? Kijk, vind ik heel leuk. Telraam. Leuk, hè? Ja. Platte grond. Oh ja. Kan je even filmen, de platte grond. We hebben de kaartjes gekocht. Ja. We hebben hierheen gelopen. Ja. En nu zijn we zeg maar zo hierom. We zijn nu bij de kerk. En nu achter de kerk waar die spellen. En dan moeten we dit stuk nog. Oh. En hier gaat de veerboot weg. Oh ja. Waar gaat de veerboot heen? Veerboot. Nee, zie ik niet. Oh. Google.nl. Ik vind het wel handig om te weten. Oh, ik heb nou een heel klein vrouwtje. Nee, ook maar een heel groot hoofd. Even kijken hoe die anderen zijn. Blijft leuk, hè, die lachspiegels. Ja, ja. Oh, die is wel leuk. Oh, oh, dan heb je hem twee keer. Dat is ook wel grappig. Dan heb je twee keer je vrouw. Kijk. Oh, dan heb ik twee vrouwen. Kijk. Nou ja, zeg. Leuk, hè? Was vroeger de lachspiegels. Heilig. Oh ja, een paling vangen. Ja, hier weer de batatbakkerij. Paracetamolletje. Even kijken of ze wat hier hebben. Hmm. Hebben ze genoeg? Oh, maar dan krijg je hier ook gewoon spiritus. Spiritus? Ja. Ja. Vaseline. Leuk hoor. Nou, kom welkom binnen. Dus even kijken. Oh. Ja, welkom binnen. Oh. Kijk nou. Oh. Zeg eens aan. Oh. Oh, kijk, dat is wel leuk. We mogen die... Oh, dat is wel gaaf. Even foto. We mogen die hoofdjes. Zeggen ze, dat gaat niet. Die dingen die staan natuurlijk overal op de gevel. Ja, deze staat er hierop. Ik maak hem ook aan deze kant. Nou, deze kijkt wel heel boos. Geinig. Die joker is leuk. Oh, hier heb je een...
Een nar. Zou een broer kunnen zijn. Een nar. Ja. Hè? Als jij je tong uitsteekt. Laboratorium. Zijn geen A. Nou, dat zijn schapen zijn. Ja. En die hingen ze dan aan de gevel, ja, zodat je herkende dat daar een apotheek was voor goede medicijnen. Oh. Maar verder is er niet echt een herkomst. Hm. Maar het is echt leuk. Okay. Ja. Hm. Nou, weet je. Volgende. Hop. Oh, brand. Oude brandweerspuit. Terug in de tijd, hè? Ophaalbrug. Het is gewoon back in time. Ja, hè? Komen de koetjes en de molen. Best leuk hier. Kijk eens, even zonder gein. Ja. Het is gewoon een aanzichtkaart. Ja. Is dat niet normaal? Ja, misschien verdienen we nog wat hier. Nou, even zitten. De molen. Zie je gaat zitten op zo'n bankje. Oh, kijk nou wat. Kan je zitten en luister je naar een verhaal. Zij sleept hier net, dat is een kuil. Leuk joh. Leuk hè? Ja, leuk. Lekker zitten. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tagging is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore to take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tarry is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the whole head hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side. Ja? Ja, hier hebben we het IJsselmeer. IJsselmeer. Zo dan. Nog meer. De molen. Hollands plaatje. Ja, leuk hè? Ja, echt. En dit is dan als je de andere kant er woont. Zelfs de stoom. Iets van stoom. Ik kan niet zeggen stoom, want ik zie daar een stoompijp. Oh ja. Oh, hier heb je een wc. De wc. Oh, een gat in de grond. Oh. Oh, dat is een waterput, denk ik. Oh ja, dat kan. Het is geen wc, het is een waterput. Ik denk wel dat als je hier woonde, dat je wel wat geld had. Ja. Touwtje opgeschoten. Leuk in je woonkamer ook. Weinig. Oh. Gemeente Urk. Leuk hekketan. Oh joh. Was buiten. Ja. Levende geschiedenis. Oh, wat leuk. 1905 Urk. Dat is leuk. Ja. We betreft er altijd wel vaak gezegd. Hier is over naar de buurtschipper geweest van... Jij zegt, ik kan niet anders krijgen. Nou, weet je wat, hij doet er een moeite voor. Nee, hij denkt, die Lubbeke koopt het vanzelf toch wel. Nou ja, hij niet inzet, dan ga je maar geen leven. Maar geen einde. Dan heeft hij geen goed papier. Nou, mijn haar is een veel jaar onder. Je kan het er niks mee, eigenlijk. Nou, maar dat is het. Ik moet veel papier op je in. Huh? Lijkt wel een pophuis. Zo dan. Nou, hier wonen mensen kijk, allemaal. Hier ja, we hebben een bedstee. Bedstee. En dit is de woonkamer. Huh? Nou,
Weet je nog de onderliggende kindjes? Oh ja, hieronder, de ondergeschoven kindje. Ja. Leuk. Een fotootje maken. Het ruikt hier ook echt nog naar olie. Dit is de keuken. Oh, maar die olie, oh. Daarom ruik ik olie. Hij staat gewoon aan. Echt superleuk, moet je kijken joh. Ja. Zo, hele gezinnen wonen hier. Ja. Bizar. Leuk hè? Ja, hele andere type kleding ook. Ja. Ja, ze hebben hier allemaal dezelfde kleding. En allemaal handwas. Ja. Kijk, je hoeft helemaal niet naar de winkel. Ze hebben hier gewoon allemaal zelf dan. Ja hoor. Allemaal dezelfde theedoeken. Ja. Die hadden wij vroeger ook thees. Ja, die hebben de jongens ook nog in de bar. Ja. Dus kijk wat dit is. Hier hangt de was buiten. De wc, zie, buiten het toilet. Oh ja, buiten wc. De wc. Zo rook het vroeger denk ik ook. Dit zo. Ja, het ruikt nog steeds naar petroleum. Ja, dat is een beetje om de geur. Hier is altijd wat meer leefruimte. Eettafel. Nou, dit is dan de keuken. Oh ja. Hier. Nou. Ja, maar ze woonden hier gewoon met 15 mensen, hè? Wel, natuurlijk wel. Kijk, hier hebben we weer de bedstee. Ja, maar dit is wat anders, kijk. Ik weet niet wat dat is. Even kijken hoor. Oh, dat is de kelder. Ja. Even wachten. Ja, misschien kun jij een beetje licht maken. Kijk, de voorraadkelder. Ja. Zie, daar bewaarden ze de voorraad. Ja, dat bleef lekker koel. Ja. Je bedstee. Ja, maar... Volgens mij ken ik hier helemaal niet in de lengte in, joh. Vroeger waren ze natuurlijk heel klein, hè, mensen? Nee, dat hebben ze uitgelegd. Mensen lagen niet plat, oh, ja. Die zaten. Oh ja, die zaten te slapen. Ja, die waren bang als ze gingen liggen dat ze dood gingen. Ja. Dus die deden nou, zittend slapen. Ja, zittend slapen, ja. Zo was het. Zo dus was daarom... Ja. Wat hebben we hier? Wijsheden. Ja. Leuk. Wijsheden. Ja. Kijk maar beter niet lezen. Kijk hoor. Nou. Huh? Nou, misschien kijk even schijt hier. Huh? Even kijken hoor. Nou. Nou, het ruikt niet verkeerd. Huh? Oh, en hier deze de reet afvegen met krantenpapier. Dit is even buiten hoor. Leuk. Dat is een goede ruil. Deze spijt is ook groot. Ik ben blij mee. Is het niet thuis? He? Winkel van Sinkel. Niemand thuis? Nee. Ja, ken je dat nog, hinkelen? Ja. Ja? Is goed is wel. En dan moest je kooi terug. Maar dan moest je ook gooien. Dus dan moest je gooien en die moest je overslaan. Oké. Okay. Die gingen langs de deur. Die waren toen al slim. Moestuin. Ja, vroeger deze oude. Deze alles zelf verbouwen natuurlijk. Ja. Tussen de huizen. Had iedereen eten. Ja, tegenwoordig heb je nog wel. Oh, hier ben ik weer weg. Jawel.
kwam ook haar naam, hè. Hier de huisjes, de stoep die lager ligt dan de straat, dat oogt vreemd, maar het is niet zonder reden. Dit straatje is in de Monnikendam is meerdere keren verhoogd. Zo beschermt de straat de huis aan deze kant van de weg tegen hoog water. Oh. Dus dan hebben ze dit opgehoogd en dan, daarom liggen die huisjes nu lager. Ja. En zo op elk hebben ze wel op elk bordje wel een verhaal. Nou ja, oude boot. Hier is dat ook wat in. Ja, dit hier. Zijn van die fuiken of zo. Ja. Ik denk dat die blijven drijven en dat die vissen daar in zwemmen. Een soort oude vissersdorp. Zoiets. Denk ik hoor. Ja. Als jij het weet, dan zet het even in de comments. Hier heb je ook nog oude huisjes. Zo, echt wel. Oude groentetuintjes. Echt nog zoals het vroeger was. Schuttingen. Ja. Nou, hier ook nog een netten. Ze hebben allemaal zo'n paal in de tuin, hè? Om die netten te drogen. Wel leuk. Ja. Hier hangt de vis te drogen. Hier ook weer een huisje, een rookhuisje. Ja. Heel apart. Ja, vroeger ging het zo. Ja. Die mensen waren altijd vrolijk, hè? Ja, want zeg ik net dat als ze aan het werk waren, werd er ook heel veel gezongen en lol gemaakt. Ja. Dus ja, en iedereen deed natuurlijk zijn best. En waren eigenlijk meer tevreden. Ja, en de mannen die waren al op zee. Ja. Op de Zuiderzee. En de vrouwen die deden hier de vis roken. Precies. Ja, tof. Ja. The line was cut, no whale was freed, and the captain's mind was not on greed. But he belonged to the whales and his greed. He took that ship in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. Nou, het Zuiderzeemuseum was leuk. Ja, dit was de buitenafdeling. Ja, was echt dit leuk. Dit was het Zuiderzeemuseum buiten. Heel leuk. Je gaat echt gewoon terug in de tijd. Ja. Leuk ook om alles te zien. Mensen spelen ook een hele dorp na. Met wassen en haken en nette boeten. Heel veel informatie. Ja. Ontzettend leuk. En als toetje hebben we even koffie gedronken met een lekkere appeltaart. Het was een duo deal. Terug in de tijd. Ja. En wilde ik nog even vermelden, er is ook een binnen. Ja, er is ook een binnen. Ja. Dus die zit hier vlakbij. Een paar, nou nog ineens 300 meter. En dan kan je kiezen. Het buitengedeelte, zei die aardige mevrouw, waar we de tickets hebben gekocht, duurt ongeveer 2,5 uur. En ga je naar binnen, waar denk ik wat meer documentatie is, et cetera. Daar ben je al snel een uur zoet. Dus je kan hier best een heel leuk dagje uit. Ja. Van maak zag ook kinderen, kan je verkleedkleding lenen. Je kan, nou ja, spelletjes doen, oud-Hollandse spellen. Dus nee, een aanrader. Wij vonden het erg leuk. En ik hoop jullie ook. En dat jullie met ons mee hebben gekeken en zeggen, ik geef deze video een duimpje. En ik vind het nog steeds leuk hè, dat je abonneert. Nou, we gaan er weer uit. We gaan er weer uit. Was leuk. Was echt leuk. Was echt leuk. Helemaal tof. Ja, we mogen nog naar binnen als we mazzel hebben. Het
Nou, ze gaan dicht, we zijn te laat. Nou, dit was het Zuiderzee Museum. We zijn binnen geweest. Ja, heel even. Aan het eind even. Om even een... Ja. Even. Ja, de andere ging veel makkelijker. Oké. Nou, onwijs leuk. Ja. Ik heb gewoon mijn telefoon. Nou, het was leuk. Mevrouw 40 was de moeder kwijt. Maar ze heeft het gevonden. Ja. Nou, het was heel leuk, het Zuiderzeemuseum. En zowel binnen als buiten. Buiten hebben we uitgebreid bekeken en is echt super tof. Ja. Voor alle leeftijden. En educatief, terug in de tijd, echt super leuk. Aanrader, ik vind dit echt heel leuk. En we zijn ook nog als toetje... Wacht maar, oma komt, blijft erachter lopen. Daar gaat ze weer. Hallo. Wij zijn even aan het filmen. Ja, dank u wel. Ja, elke keer is in beeld. Jongen, jongen, jongen. Nou. Echt. We zijn net in het Zuiderzeemuseum geweest. Buiten. En ook een beetje binnen. Heel tof. Dat buitenmuseum is echt educatief. Back in time. Zo leuk. Je kan er echt de hele tijd dwalen. Je oud-Hollands spelletjes doen. Je kinderen kunnen verkleedkleren aan. We hebben van alles gezien. Het is echt heel leuk. Hou je nou nog ook van wat uitgebreidere info? Hebben we ook even gekeken. Dan is het als aansluiten natuurlijk ook leuk. Het Binnenmuseum. En daar hebben we wat kleine shots van gemaakt. Maar ik zeg Zuiderzee Museum doen. Ja, echt leuk. Echt helemaal leuk. En binnen ook nog van die boten. En echt leuk. Nou, ga dat binnen en buiten kijken. En dan, het is echt heel leuk. Ik hoop dat je de video echt leuk vindt. Ja. En ja, het Zuiderzeemuseum zegt, je bent van harte welkom. En wij zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video weer heel leuk vindt. En abonneren vinden wij ook leuk. En... nou, nog steeds willen we toch weer eens een keer bedanken voor het altijd leuke reacties. En nou, tot de volgende. Doei. Doei.